Ik ben Desmond van Siwi TV en vandaag volgen we Helene Babel met haar werkzaamheden in en rond IJsselmonde. En we zijn nu bij je thuis. Hoe bevalt het leven als moeder zijnde? Om je eerlijk te zeggen, ik ben een alleenstaande moeder en het valt best wel zwaar. Wat is er zwaar aan? Natuurlijk dat je altijd de beslissingen alleen moet nemen. En de kinderen worden natuurlijk groter, gaan eisen stellen. Daar heb je soms wel een beetje moeite mee. U bent moeder, docent en vrijwilliger. Wat is uw geheim? Door mijn baan als juffrouw, natuurlijk als moeder, leer je natuurlijk even vriendjes en vriendinnetjes kennen. En ook als vrijwilliger leer je ook nog een heleboel mensen kennen. Dus dat is dan het geheim. Waar zijn we? We zijn in het gebouw van de MO-schangers. Dat is een Rooms-Katholieke kerk aan de Bandalodijk. Wat doet u hier? Ik bereid de eerste heilige communicanten voor om op 3 april aanstaande hun eerste heilige communie te doen. Wat is dat? Eerste heilige communie is vanuit het Rooms-Katholieke geloof dat de kinderen eigenlijk voor het eerst aan tafel mogen bij de Heer. Wat is uw verantwoordelijkheid? De verantwoordelijkheid van mij is dat ik er natuurlijk voor zorg dat de kinderen eigenlijk klaargemaakt worden voor de eerste communie. Dat ze eigenlijk precies beseffen wat ze gaan doen, dat ze weten wat ze gaan doen. Waarom vindt u dit vrijwilligerswerk belangrijk? Ik ben zelf Rooms-Katholiek opgevoed en ik vond het wel heel erg belangrijk om mijn geloof uit te dragen. En gezien mijn werk als leerkracht, dan vond ik het belangrijk om kinderen duidelijk te maken waar het geloof mee te maken heeft. Als de kinderen komen dan de kerk binnen en dan gaat eigenlijk de dienst beginnen. Dan is er een pastoor is erbij en die gaat natuurlijk de kinderen welkom heten. En uiteindelijk gaan de kinderen voor het eerst aan tafel. En dan gaan ze met hun ouders naar voren en dan krijgen ze dus de communie uitgereikt. Hier gebeurt het elke om de 2 weken op de zondag. Dan komen de kinderen hier naar boven, gaan ze aan tafel zitten en dan werken we uit deze methode. En aan het eind van de viering dan gaan de kinderen weer naar beneden bij hun ouders. Waarom stellen ze zich zo in voor kinderen? Als je in de wereld om je heen kijkt, hoe kinderen het soms heel moeilijk hebben. Ik vind kinderen belangrijk, want kinderen die vormen natuurlijk de maatschappij. Als je het als kind leuk hebt, als je het als kind goed hebt, dan kan dat je ook vormen als mens, om later ook een goed mens te worden. Wat zou u de vrouwen van 8 maart nog mee willen geven? De vrouwen zou ik mee willen geven. In elk geval, zorg goed voor je kinderen, want jouw kind is dan de toekomst voor jezelf en natuurlijk voor deze maatschappij.